Wat een grote vliegtuigen. Hoe is het? Goed. Ja, ik heb er zin in vandaag. Ja. De Stichting Hoogvliegers laat kinderen die chronisch en terminaal ziek zijn een fantastische, spectaculaire dag beleven. Zoals vandaag hier op Schiphol, onze laagvliegersdag. Ben heeft een progressieve stofwisselingsziekte waar geen medicijnen voor zijn. Haar functies zullen dus steeds verder afnemen. Van anderhalf jaar geleden volledig rennend meisje naar in een week tijd volledig rolstoelafhankelijk. Kinderen zijn opgehaald met vrachtwagens, met sportauto's, onder begeleiding van politiemotoren, echt in een escorte, langs alle platforms, langs passagiersvliegtuigen. Ze blussen vandaag een echt passagiersvliegtuig samen met de brandweer van Schiphol. Vandaag is een spectaculaire dag. Jij op de grote stoel, hè? Ja, ze moeten al zoveel inleveren, zoveel wat niet kan. En ja, dan bestaat dus een stichting als Stichting Hoogvliegers die dit gewoon voor zulke kinderen mogelijk maakt. En dit maak je nooit weer mee. Was het leuk? Ja! Ze wordt hier zo blij van, dus als zij blij wordt, zijn wij ook blij. Dit, ja, dit kan je kind nog meegeven en ja, het is onbetaalbaar. Wij willen zorgen dat deze kinderen gewoon een dag even kind kunnen zijn zonder alle zorgen die ze in de ziekenhuizen meemaken. Een dag die ons nog lang blijft heugen en waar we met veel plezier op terugkijken.